Grote beroering eerder vanavond in De Wereld Draait Door. Het had een pittige confrontatie moeten worden tussen de hoofdredacteur van NRC Handelsblad en de Volkskrant over de betrouwbaarheid van laatstgenoemde. Maar de woorden betrouwbaar en de Volkskrant werkten als een rode lap op tafelheer Prem Radakishun. Ik heb tal van voorbeelden van de onbetrouwbaarheid van de Volkskrant vanaf Jean-Pierre Geleen, een van de grootste hypocrieten waarvan ik vernomen heb dat hij het voornamelijk met kleine kindertjes doet. Ik heb er geen bewijs van. Begint u normaal. Maar zo schrijft hij ook. Hoe kun je dit hard maken? Ik had niet als tafelheer bij De Wereld Draait Door in dat programma... Maar hoe kun je dit hard maken? Ik had niet als tafelheer in De Wereld Draait Door, waar je in dat programma als tafelheer een bepaalde taak hebt, dit moeten zeggen. Dat insinuerende in de Volkskrant, dat anti-zwarte in de Volkskrant, maar dat is dat onbetrouwbare. Jij neemt nu terug wat je over Jean-Pierre Geelen zegt. Daarom heb ik ook tegen gezegd, oké, Rutger, ik kan geen nee tegen je zeggen, maar ik heb je ook gezegd aan de telefoon. Het enige wat ik je ga zeggen is dat ik het niet had moeten doen bij De Wereld Draait Door en ik wist dat je door zou zeuren. Eerder deze uitzending zei je iets over de Volkskrant-redacteur. Het leuke van live tv is dat je alles kan zeggen en dat alles ook wordt uitgezonden en gebeurt. Nee, ik had het niet moeten doen. Ik ben in grote verlegenheid met die opmerking en ik schaam me ervoor. Ja, ik had het niet moeten doen. Nou, kennen wij jou als onze favoriete schreeuwnegert, hè? Ja. Was het zomaar een schreeuw, een aandachtsschreeuw, of zat er meer achter? Ik had niet als tafelheer bij De Wereld Draait Door dit moeten zeggen, want ik breng daarmee de presentator en het programma in verlegenheid en dat is niet goed van me geweest. Ja, De Wereld Draait Door laat weten ernstig in verlegenheid te zijn gebracht. Morgen zullen ze een gesprek aangaan met Prem.